Munoz verhuisd naar de bank. De Colombiana tot dusver nog geen minuut. Dat het een viermansdefensie wordt en dat Darpin zal een naderlating voor KVO. Want samen met Jelle Bataille nu aan de bal. Een van de jeugdproducten van KVO. Met toch veel talent. Daar is KVO Stende met een schot en Van de Voort redt. Maar de rebound gaat meteen binnen. We zijn 2,5 minuut bezig en Cameron McGeehan die maakt zijn eerste doelpunt voor KVO Stende. Blessin blijft er. Stoïcijns bij onbewogen. Is dat te laat? Het schot was van Jules Sager. En McGeehan die goed gevolgd is. De Noord-Ier. McGeehan. Ito. Melen, vorige week een assist voor Onuachu. Dat gaat hij nog een keer proberen. En lukt het al meteen? Jawel, kijk eens aan. De succesvolle combinatie van vorige week doet het opnieuw. Tandem. Melen Onuachu. Het staat meteen gelijk. 8 minuten ver. Wat een begin van deze wedstrijd. 2 vroege doelpunten. Onuachu met zijn 5e van dit seizoen. Hij scoorde er 2 vorige week. Komt daar Onuachu. Hij loopt achteruit, maar hij knikte mooi in die Westerhoek binnen. Fraai doelpunt hoor, van de lange spits van Racing. Op dat vlak natuurlijk in het plaatje. Dat is goed van Melen. Bastien Thomas gaat schieten. En nog niet afgelopen. Joachim Melen nog. En was er daar ook handspel? Dat wil ik nog wel eens terugzien. Maar ze gooien zich allemaal. De beide centrale verdedigers van Oostende. Melen intussen. Melen, dan gaat hij op onder de bal door. Ik had het niet mogen zeggen. En Onuachu is opnieuw gevaarlijk. Maar Tange, die kwam ook te laat. En dan blijkbaar uiteindelijk iets te korte paas voor Ooyer. Niet geweldig gedaan door Uronen. En zo de poging van KVO om tegen te prikken. Met een goede actie en een goede dribbel van Sakala. Gay is meer het centrum. Fashion Sakala gaat hij het opnieuw doen. Sakala, de redding van Van de Voort. Daar was KVO Stende eindelijk nog eens met een echt grote kans. Schot nummer 2 voor Genk, nummer 3 in de wedstrijd voor de Limburgers. Opnieuw van op de rechterkant. Torstvet net niet. Lukumi, dan ook McGeehan. Blijft die bal daar niet steken op de arm van de Noord-Ier. Dat willen ze allemaal. En Lukumi is zo hevig aan het protesteren dat hij een gele kaart krijgt. De eerste voor Genk. Tegen de bovenarm. Hier gaan we nog eens zien. Hij kijkt naar zijn man. Krijgt ook een klein zetje van Lukumi. En dan valt hij op de arm. Ja. Het is natuurlijk niet zijn intentie. En wat gaat hij doen? Het is een strafschop. Uiteindelijk toch. Ja, het heeft zijn tijd geduurd. Misschien langer dan nodig. Maar McGee. Onuachu voor 2-1. 6 minuten na de rust. De Nigeriaan. Hij trapt hem binnen. Hij trapt hem binnen in de rechter benedenhoek. Dan ben je als keeper kansloos. Hard en diep in de hoek. Beter kan bijna niet. Wedstrijd die gek met 0-3 won. Bastien Thomas, nee. Gaat hier stevig door en dat wordt rood, vrees ik, voor Bastien Thomas. Jawel, Bastien Thomas. Die moet met een rode kaart van het veld. De Zwitserse Kosovaar. Hij controleerde de bal niet goed, wil dan zijn fout goed maken. Manier om een kaart te pakken natuurlijk. Ja, dit is terecht. Dit is terecht. Hij bedoelt het niet zo, maar hij gaat met zonder dat hij alle kanten op schiet. De bal. Darpino, goed gevoetbald. Bataille, strakke bal. En dan Gay. En dan aan de tweede paal is daar bijna het doelpunt van Dika. De redding van Van de Voort. Het is nog niet gedaan. Straks staan ze allemaal, alle spitsen in de 16 van Racing Genk. En moeten ze echt bal na bal, voorzet na voorzet versturen. Dat gaat Bataille nu doen. Richting tweede paal en daar is hij. Daar is hij dan toch. Het kon niet blijven duren. Makhtar Gay maakt er 2-2 van. Eindelijk een voorzet die zijn doel bereikt. En dan heb ik het natuurlijk over de lange Senegalees. Is Van de Voort toch geklopt. 2-2. En gaat Oostende nu nog voor de 3 punten. Gaan ze voor 9 op 9. Een hoekschop met Dali. Daar komt hij. En dan de kopslag en de save nog van Hubert. Het was Cuesta. We zitten erop. En Laforge maakt nu een einde aan de wedstrijd. 2-2 is de eindstand in de Luminus Arena.